De infrastructuur van Kommerwijnen wordt aangepakt. Dit deelde president Chandrika Prasad Santokhi mee tijdens een werkbezoek aan het district. Samen met vicepresident Ronnie Brunswijk en het regeerteam brengt de president werkbezoeken aan de districten. Kommerwijnen is het eerste. De delegatie heeft in Kommerwijnen korte tussenstops gemaakt in Alkmaar, Nieuw-Amsterdam, Mariënburg en Meerzorg. Tijdens het bezoek zijn de wensen en problemen van het district gepresenteerd aan de regering. Eén daarvan is de verkeersproblematiek die aan het toenemen is. Ook de oeververbinding is een probleem dat bewoners van het district graag uitgevoerd zien. De infrastructuur zal moeten worden aangepakt. Vicepresident, u gaat frequent genoeg langs Kommerwijnen. Ik denk dat uw hart ook dichtbij Kommerwijnen ligt. U ziet de file ook waarover we praten elke dag, de infrastructuur. Laten we kijken naar opties die we direct kunnen aanpakken. Dat zijn de oeververbindingen, Nieuw-Amsterdam, Leonsberg, oeververbinding Meerzorg, Veerplein, Paramaribo. Laten we die aanpakken zodat de druk op de brug, Weidenbosbrug, afneemt. De infrastructuur is voor ons een heilig goed voor personen- en goederenverkeer. Laten we dat aanpakken in korte termijn, waardoor de economie, de investering, mensen die willen investeren, kunnen investeren, dat er ook een lust is om in Kommerwijnen te komen om die investering te plegen. De filevorming is een zeer nijpende probleem. Dit probleem is al in de eerste week na mijn intrede als DC besproken met de heer Wip van afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. En de regio-commandant, hoofdinspecteur, de heer Dubois, met de GPC, mevrouw Diekman en anderen. Er zijn tal van voorstellen gedaan. Maar heer president, gaarne kijken wij uit naar een structurele oplossing. En wel op een zeer korte termijn. Aangezien de school binnenkort begint, hou ik mijn hart vast dat de scholieren als ook de werkenden niet tijdig zullen aankomen op de plaats van bestemming. De brug, thans onze enige mogelijkheid om het transportmiddel over te steken. Stel ik voor dat er calamiteit of een gevaar zich voordoet, dan denk ik bij eventuele olietankontploffing dat zich eerder in Saramacca had voorgedaan, hoe wij met deze situatie zullen omgaan. En daarom is een tweede brug over de Suriname rivier van imminent belang. Een andere optie is het veerboot weer operationeel stellen. Bepaalde projecten zijn al in de planning en moeten uitgevoerd worden. Eén daarvan is de loopbrug bij de aanweerplaats te Kommerwijnen. Daarnaast zijn er nog meer infrastructurele projecten die aandacht nodig hebben van de regering. Maar uiteraard moet er ook ontwikkeling gebracht worden in Kommerwijnen. En moeten dan inderdaad het fileprobleem oplossen waarbij een tweede brug een optie is, maar niet voor een zeer kort termijn, maar dat uitgewerkt wordt. Maar dingen die sneller kunnen met organisatie, dat moet ook kunnen gebeuren. En dat is namelijk een beetje beter verkeersregulering aan het eindstuk van de brug. Dat daar die oplossing moet komen. En dat ik roep op DC, ministerie van OW en alle deskundigen, werkt u daar het probleem op? We hebben bruggen richting de zuidelijke richting, waarvan bepaalde bruggen onvoldoende gebruikt worden. Laat een zodanige reguliere plaats vinden dat deel van het verkeer van de brug over Weidenbos gekanaliseerd kan worden. Om die druk weg te halen. Dus nogmaals, met betere organisatie, met betere verkeersregulering, kunnen we een deel van het probleem oplossen. Een ander probleem waar we naar kijken is namelijk wat we gaan doen met die stijgers die daar zijn. Er zijn nog twee stijgers aan de kant van Kommerwijnen en aan de kant van Paramaribo. En als we snel twee veerboten kunnen laten halen, roll-on, roll-off, heb je direct een stukje ontlasting. Dus VP Kolukazani, deze dingen hoeven niet veel te kosten. Dat we alvast die veerboten hebben, om alvast auto's weg te brengen daar zo. Om die ontspanning te laten komen. Maar er moet ook structurele oplossing gevonden worden.
De werkbezoeken zijn na een periode van stijging van de COVID-19-besmettingen weer aangevangen. Door de normalisatie zal ook het aantal bezoeken aan de districten toenemen.